Ik vind dat wij in ieder geval vandaag wel een behoorlijk niveau hebben gehaald. Alleen dat is niet voldoende om door te komen. En, ja, we hebben gewoon donderdag laten liggen en dan waren wij gewoon 80 minuten de onderliggende partij. En vandaag wilden we wel, hadden wel de goede energie. Alleen we waren voor de goal niet 100% scherp om dit zwak Sparta pijn te doen. En zo ben je op inzet en strijd gelijkwaardig, maar ja, komt het op scherp aan? Ja, we hebben natuurlijk donderdag laten liggen, 2-4. Vooral die vierde goal, dat kwam toch wel als een mokerslag aan. En daar hadden we wel heel veel last van. Maar goed, wij waren gewoon donderdag niet een goede doen. En Sparta wel. En vandaag was Sparta niet een goede doen. En wij haalden een zesje. En dat is niet voldoende om een na-competitie te gaan winnen. Dan draai je een heel constant seizoen met Helmondsport. Maar juist op de momenten dat er gepiekt moet worden, geeft Helmondsport niet thuis. Is dat het manco geweest? Ja, dat vind ik ook mijn grootste frustratie dit seizoen. We hadden de eerste periode moeten winnen, dat laten we liggen. We hadden tegen Volendam op kop kunnen komen, die laten we ook liggen. En in de na-competitie stonden we er niet. Ja, dat zijn drie meetmomenten. Ja, dat moet volgend jaar beter. En dan gaan we natuurlijk intern, zeker met de staf, over bomen. Waar dat aan kan liggen, waardoor wij volgend jaar die fout niet maken. Er is hardop uitgesproken dat de Eredivisie een doel is in Helmond. Dan is weer een Jubilair League een hard gelag. Nou, een hard gelag is dat zeker niet, want wij draaien ieder jaar met de beste ploegen mee. Het is een mooie competitie en daar voelen wij ons niks te groot voor. Alleen wij willen wel daadwerkelijk ook een keer die stap maken. En daar zullen wij achter de schermen heel hard aan moeten werken om weer voor het nieuwe seizoen een representatief elftal op de been te brengen. En ik heb er alle vertrouwen in dat het gaat lukken. 11 jaar Helmondsport, 9 play-offs, 0 keer promotie. Dat doet pijn in de stad, hè? Ja, wat dat is, daar ben ik nog niet achter. Ja, ik hoop dat wij daar het nieuwe seizoen wel in slagen met elkaar. Dat wij ervoor zorgen dat wij met een goede groep, met goede leiders, wel op de juiste momenten pieken. En dan gaat het heus een keer lukken in Helmond. Het voordeel is dat je blijft. Dat er de trainer blijft, wat de afgelopen jaren ook niet geweest is in Helmond, dat je kan gaan doorselecteren. Ja, nou goed, mijn lijstspreuk is dat de continuïteit de basis van het succes is. En daar geloof ik heilig in. We hebben inmiddels 12 contracten weer verlengd. En wij hopen nog de komende weken zeker nog een aantal goede contractspelers aan ons te binden. Waardoor wij volgend jaar weer een heel goed representatief elftal op de been kunnen brengen die meedoet om de prijzen.